Bij de herdenking van 169 jaar Chinese immigratie heeft de Suriname Chinese United Association, SCUA, vandaag benadrukt dat zij zich niet bezighouden met politiek. De voorzitter van SCUA, Li Xuxiong, moedigt de Chinezen echter aan om actief deel te nemen aan de politiek, aan de politieke gelegenheden en vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden met alle politieke partijen op basis van wederzijds respect. Tegelijkertijd roepen we alle politieke partijen en politici op om niet te proberen de Chinese gemeenschap te splitsen. En we waarschuwen om de belangen van de gemeenschap niet te schaden voor hun eigen belang. Suriname is een democratisch land. Wie het hart van het volk wint, wint de stemmen. En wie de stemmen heeft, heeft het regime. De Chinese ambassadeur in Suriname, Hang Ying, wijst erop dat 169 jaar geleden de eerste Chinezen naar Suriname kwamen. En ondanks de vele uitdagingen begonnen ze met diverse bedrijven. De Chinezen zijn nu een belangrijk onderdeel van de multiculturele samenleving van Suriname. Ook zegt de ambassadeur dat de Chinezen Suriname hebben helpen ontwikkelen. En zij door hun prominente posities de relatie tussen Suriname en China stimuleren. Parlementariërs van Chinese afkomst zoals Stefan Chang en Xuan Rui Wang leveren hun bijdrage op politiek gebied en bieden advies aan voor de ontwikkeling tussen Suriname en China. De grootste Chinese vereniging, de SCUA en andere Chinese organisaties nemen actief deel aan sociale en culturele activiteiten om de Chinese cultuur te promoten en de solidariteit van de Chinese gemeenschap te stimuleren. Verder zijn Chinezen in Suriname actief in de handel, horeca, mijnbouw, bosbouw en andere sectoren. Het Suriname Chinese Business Alliance werd aan het begin van dit jaar opgericht om het zaken doen te ondersteunen. President Chandrika Prasad Santokhi haalde aan dat sinds de immigratie van Chinezen, die 169 jaar geleden is begonnen, deze nog altijd wordt gecontinueerd. Dat geeft volgens hem aan dat de Chinese voorouders een basis hebben gelegd van vertrouwen, kansen en mogelijkheden. Het staatshoofd benadrukt dat de Chinezen in alle sectoren binnen de Surinaamse samenleving zijn vertegenwoordigd. Misschien waren ze afgelopen jaren te bescheiden om in de politiek te gaan. Nu zijn ze ook in de politiek. En dat is belangrijk, want als je wil bijdragen aan de ontwikkeling van het land, moet je daar zitten op het hoogste niveau. In politiek. Maar terecht, zoals de voorzitter van SCOA net gezegd heeft, laat de politiek de Chinese gemeenschap niet verdelen. Maar laat de Chinese gemeenschap zichzelf ook niet laten verdelen. En dat is wat ik vandaag oproep. Eenheid. Ambassador, there's a joint commitment we have as two countries, Suriname and China, to support and strengthen unity within the Chinese community. United we stand. Het officieel gedeelte van de herdenking van 169 jaar Chinese immigratie werd afgesloten met het leggen van kransen bij het Chinees monument op het Vriendschapspark aan de Jagannath Lachmanstraat.